In januari van dit jaar was Jennifer bij ons in de studio om te vertellen over de polderresidans. Eigenlijk een droom van haar om dat te kunnen verwezenlijken. Een woonomgeving voor dementerende ouderen, maar dan echt een woonomgeving. Nou, vandaag, en het is nu half juli, zijn we één dag voor de opening en wij mochten alvast binnen een kijkje nemen. Jennifer, een half jaar geleden bij ons in de studio vanwege de eerste paal en nu zitten we hier, hè? Ja, ja, dan is het toch snel gegaan. Het is een lange ruk geweest, maar we zijn er klaar voor. Het moet een fantastisch gevoel zijn. Ja, ook wel een beetje vermoeid, maar we zijn heel erg positief en alles wat ik wilde zit eigenlijk in dit huis. Dus prachtig. Alles goed verlopen met de bouw of nog hele grote hobbels tegengekomen? Nee, we hebben gelukkig niet zo'n enorme vorst gehad. Laatste week is natuurlijk wel erg nat. Voor de tuin, voor de hovenier is dat natuurlijk een cruciaal iets als je door sloten heen moet worstelen. Maar wat betreft de bouw is het eigenlijk heel voorspoedig verlopen. En iedereen heeft zich meer dan 200% ingezet. En alles kunnen realiseren wat je graag wilde? Ja, meer dan dat. Ja, echt meer dan dat. Gewoon sowieso alle facetten in het huis met het veel licht. Het makkelijk begaanbaar hebben voor je immobiele mensen. Alle demotica wat erin is verwerkt om het leven voor een dementerende zo aangenaam mogelijk te maken. Ja, dat heb ik allemaal kunnen realiseren en dat zit erin. Dus super blij natuurlijk. Veel hulp gehad? Ja, kijk, natuurlijk heb je je aannemer en de installateur en alle mensen die eromheen lopen. Maar dan is het ook nog eens de manier waarop mensen zich inzetten. Ja, en dat is gewoon was een geweldig team. Het was ook een hele gezellige tijd. En ik heb heel veel leuke mensen leren kennen. En dat is belangrijk. Iedereen zet zich 200% in. Dus het was niet alleen maar van, die deur moet erin hangen. Maar gewoon al met z'n allen kijken van hoe kunnen we dat als beste het beste doen en het mooiste oplossen voor Jennifer. Nou ja, daar ben ik dankbaar voor. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Heb je al veel aanmeldingen gekregen of is er veel belangstelling voor het wonen hier voor de mensen? Ja, er is heel veel belangstelling voor. En er zijn natuurlijk heel veel dementerenden. Niet alleen hier, maar het is een groeiend euvel in Nederland. En chronische ziekte wat veel meer voorkomt. Voor mensen hier is het heel erg onbekend van hoe werkt dat nou, het particulieren? En moet je daar alleen maar elite voor zijn? En er zijn heel veel vragen. Ik had een lezing gehouden in Bloemenlust, daar waren heel veel mensen op afgekomen. Nou, dat is op zich al heel hartverwarmend. En er worden gerichte vragen gesteld. Maar mensen wachten toch hoe wordt het en hoe zit het straks, ziet het er straks het eindresultaat eruit? En dat is logisch, want je dierbaar ergens laten wonen, dat moet je zien en dat moet je voelen. En dat is hetzelfde als, ik heb hier heel veel in de krant gestaan. En daar staan heel veel verhalen in van alles wat ik heb gedaan en waar ik enthousiast over ben. Maar ja, weet je, daarvoor voor mensen, die moeten gewoon komen om het te ervaren en te voelen. En dan zal het geen probleem zijn, denk ik. Nee, het voelen, daar heb je gelijk. In het moment dat je hier binnenstapt, heb je echt zoiets van, jeetje, de wow-factor zit er echt wel in, hoor. Dankjewel. Absoluut. Dankjewel. Misschien is het leuk voor de kijkers dat je nog gewoon één keer kort vertelt van, hoe gaat dat nou? Mijn moeder is dementerend en ik zou graag willen dat ze hier gaat wonen. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, als moeder dementerend is, dan is er eigenlijk altijd een indicatie. Iemand wordt CIS geïndiceerd voor de zorg die moeders nodig heeft. Nou, uiteindelijk dan komt de overweging van, het gaat niet meer thuis. Moeder vereenzaamt heel erg. Of het gaat niet meer thuis, dat er gevaar is. Normaal zal je dan naar een verpleeghuis gaan. Nu is deze optie er ook om particulier te gaan. De zorg die ik aanbied is hetzelfde en is eigenlijk meer, want we hebben hier meer personeel. En daar betalen mensen natuurlijk ook gewoon voor. Dus boven de AWBZ wordt gewoon een eigen bijdrage betaald. En dat maakt het mogelijk om hier te wonen. Het is hier ook gewoon wonen. Mensen hebben hun eigen slaapkamer en een eigen toilet en douchegelegenheid. En als er hulp nodig is, dan helpen we. Maar we proberen mensen zo lang mogelijk hun eigen waarden, hun eigen patroon, hun eigen leefpatroon te laten volgen.
Ik zag ook dat je hebt een prachtige keuken hiernaast. Is het ook de bedoeling dat de bewoners ook gaan meehelpen waar het nog kan? Dat iemand de spruitjes schoonmaakt en de aardappels schilt? Ja, het lijkt me natuurlijk een hele normale zaak dat mensen die misschien 70 jaar aardappels geschild hebben, die kunnen dat nog steeds. En dat blijf ik ook stimuleren. Want als je zelf dingen onderneemt en zelf dingen kan doen, dat is ook een deels geluk natuurlijk. Ja. En als je dat afneemt, dat mensen niks meer doen, nee, dat zou jammer zijn. Dus mensen gaan hier gewoon mee in de dagelijkse beslommering. Uiteindelijk zorgt dementie ook voor dat je minder mobiel bent en eigenlijk steeds minder kan functioneren in het dagelijks leven. En natuurlijk nemen we het dan over om het de mensen gemakkelijk te maken. Maar tot die tijd dan blijven we natuurlijk stimuleren om zelf beweging erin te krijgen. Jullie hebben ook naast, denk ik, veel vrijwilligers die hier komen helpen, ook professionele krachten die de verzorging op zich nemen. Ja. Jullie zijn ook helemaal ingericht op de mensen die minder mobiel zijn? Ja, we hebben geen drempels. Alles is gelijk. We hebben hier ook een lift in, die een brancard grote is, dus er kunnen meerdere mensen in. Voor de rest werken we met schuifdeuren. En dat is gewoon handiger met dementeren. We hebben wel eens moeite met een gewone deurknop. Ja. En schuifdeuren die staan open en het is allemaal wat meer toegankelijk. Ja. En voor de rest hebben we een hele grote badkamer boven, waarin we eventueel tilliften kunnen gebruiken. Met meerdere personen iemand kunnen helpen in de douche. Ja. Nou, volgens mij zijn alle ingrediënten aanwezig om je ouder of een ouder je gewoon een heerlijke laatste periode nog te bezorgen. Ja, nou ja, ik nodig iedereen ook uit om te komen kijken. Als iemand vragen hebt, schroom niet, bel gewoon. En vragen is altijd vrij en ik wil iedereen graag rondleiden. Want ik ben super, super trots. Wij zijn echt onder de indruk van hoe het allemaal geworden is. Er heerst een heerlijke, warme, huiselijke sfeer. En ondanks dat het nog niet helemaal klaar is, want links en rechts, dat heeft u wel gezien, wordt er nog gewerkt. Maar het ziet er echt al fantastisch uit. Als u nou meer zou willen weten over het wonen hier in de Polder Residence, gaat u dan even naar de website en daar vindt u alle informatie die u nodig heeft.